Als ze zomaar de consumptieprijzen met 10% verhogen, omdat ze het willen, dan word ik boos. De donderdagmiddagbiljarters van vrije tijdsaccommodatie De Mortel in de Achtse Barrière zijn boos. De koffie gaat van €1,20 naar €1,30. Het bier zelfs van €1,70 naar €1,85. Ik zou zeggen, op straat en zend betaal je €2,30 of zo? Klopt, natuurlijk. Dat zijn commerciële aangelegenheden. En zoiets als De Mortel waar wij ons biljartje normaal leggen, is een wijkaccommodatie. En een wijkaccommodatie wordt anderszins ook al door belastingen betaald. Van mij, van u. En hoeft geen winst te maken. En dat moet in een normale kroeg op de straat om zijn geld. De biljarters zullen niet gaan demonstreren tegen deze prijsverhoging. Ze hebben een creatievere oplossing. Ik denk dat die wijkaccommodaties dichter bij de wijk moeten. Dichter bij de vrijwilligers in de wijk. Er zijn in deze wijk bergen vrijwilligers. Dus dan gaat u zelf achter de bar staan, zeg maar? Als het moet. Met plezier. Maar dan ook niet alleen zelf alles opdrinken, hè? Nee, want dan zou het niet uit de kosten kunnen komen. Heel hard schieten, hè? Ja. Al lachen mee.